Ja, in de tweede helft krijgen we ineens 4 doelpunten tegen, waardoor dat ze eigenlijk terug in de wedstrijd komen. En dan moet je proberen om terug mentaal sterk uit de hoek te komen en terug op het plein te brengen wat de coach verlangt. En dat hebben we vandaag ook gedaan. Nee, maar stilaan zie ik toch verbeteringen. Ik zie dat we vandaag tot 10 minuten in de tweede helft toch al druk kunnen zetten in verdediging. Vorige week was het volledig op karakter. Dus stilaan komen we wel. We zijn harder aan het trainen, we zijn meer aan het trainen. Dus je ziet dat er inderdaad wel wat progressie gemaakt wordt. Maar ja, op 1 week lukt dat niet. Heb je wel een week of 3-4. Dus ik hoop dat we net voor de kruisfinales klaar zullen zijn om te schitteren. Goh ja, vooral vrees duur omdat we op het einde nog gelijk komen. Een mooie comeback maken en op het einde... Ja. Maken zij het verschil? Ze hebben een Jesse op de bank zitten die erin komt, 2 goals kan maken. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, in de beginfase van de wedstrijd gingen wij mee in hun tempo. En dat was heel gehaast van ons. En ja, de lag ons niet. Nou, dat hebben we goed kunnen herstellen. Einde eerste helft, tweede helft komen we terug tot 15-15. En ja, dan missen we te veel. Komen we te moeilijk vrij. Maken we misschien net verkeerde keuzes. En ja, helaas.